Hey, welkom bij een nieuwe video. Op de aarde zijn er ongeveer 7,5 miljard mensen. Iedereen is natuurlijk uniek op zijn eigen manier. Maar je hebt altijd mensen die er een beetje uitspringen. Vandaag ga ik je 10 kinderen laten zien die net een beetje anders zijn dan anderen. Ben jij nieuw op dit kanaal en hou je van top 5 en top 10 video's over allerlei soorten onderwerpen? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. Doe ook even een duimpje omhoog als je vindt dat ik leuke video's maak. Abonneer ook even op mijn nieuwe gamingkanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Hier uploaden we 3 keer per week over allerlei soorten gaming onderwerpen. Nummer 10. Mia Avlala is een 6-jarig meisje uit Tel Aviv in Israël die over de 120.000 volgers heeft op Instagram. Dit komt door haar prachtige dikke haar. In eerste instantie dachten mensen dat dit misschien een pruik was, maar dat is dus niet zo. Dit is haar echte haar en het is natuurlijk. Veel meisjes dromen van het haar. Ze heeft als kindmodel al bij de Britse Folk gelopen en volgens velen is ze erg nuchter. Ze klaagt bijvoorbeeld nooit en maakt geen ruzie met de mensen waarmee ze werkt. Sommige mensen vinden dat ze het kind op jonge leeftijd niet zo aan de wereld moeten laten zien en dat ze haar kindertijd niet moeten afpakken. Maar het meisje vindt het zelf erg leuk om fotoshoots te doen en vindt het dus helemaal niet erg. Ze heeft meerdere stylisten die ervoor zorgen dat ze er perfect uitziet voor de camera. Er zouden ook geruchten zijn dat ze nep haar draagt. Maar ze krijgt genoeg liefde van mensen die haar supporten in haar carrière als model. Nummer 9. Miliana Wurti is een meisje die iets bijzonders heeft geërfd van haar ouders. Ze heeft een soort van witte vlek tussen haar bruine haar. Dit is een zeldzame genetische eigenschap wat slechts 1 op de paar miljoen mensen hebben. Je zou je haar natuurlijk kunnen kleuren, maar dat heeft zij dus niet gedaan. Dit zou komen door een gebrek aan pigment in haar haar en huid waardoor ze dit dus heeft. Wat verbazingwekkend is dat naast dat haar moeder ook dit witte plukje heeft, heeft de oma van het meisje ook een wit plukje dat geërfd is. Helaas konden ze niet achterhalen hoe dit precies komt, want haar oma was in een weeshuis opgegroeid en ze had geen informatie over haar biologische ouders. Het ziet er naar uit dat dit dus wordt doorgegeven in de familie. De moeder vertelt dat ze vaak gestopt worden als ze onderweg zijn en meestal neemt ze ook even de tijd om vele vragen te beantwoorden. Maar het is volgens haar soms ook wel een beetje overweldigend, want ze is namelijk toch een beetje een bekendheid geworden. Nummer 8. Brock Brown is 's werelds grootste tiener. Brock is 18 jaar oud en heeft een ongelofelijke lengte van 2,33 meter. Volgens doktoren was het onduidelijk of hij ooit zou stoppen met groeien. Als hij namelijk dit tempo aanhoudt, kan hij makkelijk de langste man ter wereld worden. Dat is op dit moment namelijk Sultan Kosen. Hij is 2,50 meter. De moeder van Brock zegt dat hij al erg groot was in de kleuterklas en op de middelbare school ook. Hij kon makkelijk 6 centimeter per jaar groeien, wat ontzettend veel is. Omdat hij maar blijft groeien, werd er geconstateerd dat hij een soort van gigantisme heeft. Ondanks dat Brock pijnstillers moet nemen voor onder andere rugklachten, zijn artsen erover eens dat zijn gezondheidsproblemen een normale levensduur hebben. Hierdoor moet zijn kleding speciaal gemaakt worden. Ook heeft Brock een speciaal gemaakt bed, een stoel en schoenen. Dit kost allemaal vrij veel geld. Maar gelukkig konden ze de kosten dekken dankzij de gemeenschap die samenkwam en hun hielp. Nummer 7. De 2-jarige Melanie Dickerson heeft het Rieger-syndroom. In haar geval betekent dit dat haar ogen groter zijn dan een gemiddelde persoon. Je kan haar ook wel een beetje vergelijken met een Disney-prinses. Haar ogen zijn namelijk helemaal zwart. Volgens doktoren kan ze perfect zien, maar het is onduidelijk of dit in de toekomst ook het geval zal zijn. Elke keer als Melanie en haar moeder uit waren, kregen ze complimenten over hoe groot en mooi haar ogen wel niet waren. In plaats van het verhaal te vertellen, glimlacht ze en bedankt ze de mensen. Haar ogen zijn wel extreem gevoelig voor licht en daarom moet ze vaak een zonnebril dragen wanneer ze buiten is. Omdat het meisje nog niet naar school gaat, is de moeder bang wat de kinderen van haar zullen zeggen, omdat kinderen op school nog wel eens gemeen kunnen zijn. Ze maakt zich er dus een beetje zorgen over, maar weet wel dat Melanie een sterk meisje is die al veel heeft meegemaakt. En ze is blij dat ze gelukkig tot nu toe gezond is en een normale leven heeft kunnen leiden. Nummer 6. Kristina Paimanova is een 10-jarig meisje uit Moskou, Rusland en begon met modelleren toen ze al 3 jaar oud was. Ze liep voor grote namen zoals Fendi, Dolce & Gabbana en Armani en kwam meerdere keren op de cover van Vogue. Ook heeft ze een modellenovereenkomst getekend in Los Angeles. Niet iedereen is het ermee eens dat het kind op jonge leeftijd al een model is. Er gaan dan ook veel discussies rond of dit wel zou mogen. Dit meisje zou bijvoorbeeld gezien worden als het mooiste meisje ter wereld volgens verschillende artikelen.
Hierdoor krijgt ze ontzettend veel werk aangeboden, plus ze vindt het leuk wat ze doet en waarom zou ze dat niet mogen doen? Het jonge model draagt gewoon kinderkleding en zelden tot geen make-up. Ze is immens populair op Instagram waar ze meer dan 2,6 miljoen volgers heeft. Wat vind jij hiervan? Vind jij dat ze haar kindertijd afpakken op deze manier? Of vind jij, zolang het meisje het zelf leuk vindt om te doen, dat het oké is? Laat het me weten in de reacties. Nummer 5. Muin Bagnoev is een 11-jarig jongetje die ook woont in Moskou, Rusland. Omdat zijn ouders vanuit Tajikistan, een land in Centraal-Azië, verhuisden. Wat deze jongen speciaal maakt is dat zijn wimpers 4,3 centimeter lang zijn. Toen hij werd geboren raakten zijn wimpers zijn lippen aan. Tegenwoordig besteedt hij niet veel aandacht van wat mensen van hem vinden. En zolang hij zichzelf comfortabel voelt met zijn uiterlijk, heeft hij er geen problemen mee. De jongen staat onder andere in het Russische Guinness Book of Records. En misschien komt hij ooit nog wel in het wereldwijde Book of Records te staan. Maar op dit moment behoudt Yuk Shangxi uit Shanghai het record van de langste wimpers ter wereld, namelijk 12,4 centimeter lang. Maar naast zijn wimpers heeft het jongetje andere ambities. Hij wil later bijvoorbeeld graag een professionele voetballer worden en hij traint nu al op een vrij hoog niveau in Rusland. Verder is hij prima in orde en gezond en leeft hij een normaal leven ondanks zijn bijzondere wimpers. Nummer 4. Charlotte Garside is 's werelds kleinste kind. Bij de geboorte had ze een lengte van 25 centimeter en doktoren wisten niet precies wat ze had. Maar wel dat het argon droplessie was, oftewel een soort van dwerggroei wat erg zeldzaam is. Ze lieten haar geloven dat ze niet lang te leven had, maar in het laatste artikel wat ik hierover kon vinden, was ze 5 jaar oud en slechts 68 centimeter lang. Haar ouders doen alles wat ze kunnen om haar te steunen, zodat Charlotte het beste uit het leven kan halen. In haar vrije tijd houdt ze ervan om paard te rijden. En haar persoonlijkheid is geweldig. En door het internet heeft ze verschillende interviews kunnen doen en door haar lengte heeft ze ook verschillende records op haar naam staan. Je zou misschien denken dat ze vrij kwetsbaar is en haarzelf kan baseren met het spelen met andere kinderen. Maar ze zijn erachter gekomen dat ze niet zo kwetsbaar is als ze eruit ziet. Een leuk feitje is ook dat ze niet de kleinste persoon ter wereld is. Dat record staat namelijk op de naam van Chandra Dangi uit Nepal met slechts 54,6 centimeter. Nummer 3. Jara Ailana is een 5-jarig Nigeriaans meisje die recentelijk op het internet verscheen en grote bekendheid kreeg op onder andere Instagram. Het meisje werd in Afrika gefotografeerd door Mova Bamuyiwa, waar hij ook meerdere mensen fotografeerde, want de fotograaf wil graag de schoonheid van de mensen uit Afrika aan de wereld laten zien. En de rest van het verhaal werd aan het internet overgelaten. Dit meisje werd al snel een bekendheid en bestempeld als het mooiste meisje ter wereld, vanwege haar engelachtige uiterlijk en blauwe ogen met donkere huid en grote haardos. Niet alleen is Jara nu een model geworden en heeft ze een contract gekregen, maar ze heeft ook 2 zussen die niet verlegen zijn voor de camera. Maar het meisje zelf vindt het erg leuk en samen met haar andere zussen heeft ze dan ook een Instagram pagina met de naam de J3 Sisters. Nummer 2. Alexandra Siang is een 11-jarig meisje die eruit ziet als een volwassen vrouw. Als je Instagram veel gebruikt, zou het best kunnen dat je haar wel eens tegen bent gekomen. De reden waarom ze er op jonge leeftijd al uitziet als een volwassen vrouw, komt doordat haar hormonen voor een onduidelijke reden al vroeg werd veroorzaakt. Haar lichaam ziet er dus uit als een tiener, terwijl ze gewoon nog een kind is. Mensen plaagden haar vroeger ook wel omdat ze zo klein is. Gelukkig heeft ze vrienden gekregen die ondersteunend zijn en haar helpen waar nodig is. Door dit geval is ze een enorme internetsensatie geworden en heeft ze een enorme aanhang erbij gekregen op Instagram. Hierdoor hoopt het meisje meer kansen en aanbiedingen te krijgen. Ze wil later namelijk een model worden, maar ze is bang dat dit misschien niet mogelijk zou zijn vanwege haar lengte. En ze werd geboren in Davao City waar ze samenwoont met haar familie in de Filipijnen. Laten we hopen dat ze uiteindelijk dus haar droom kan verwezenlijken. Nummer 1. Het verhaal van Marcia en Millie Biggs is behoorlijk uniek. Dit gebeurt namelijk 1 op de miljoen. Deze meisjes zijn een tweeling en zoals je ziet zijn het niet zomaar een tweeling. Ze hebben beide andere huidskleuren, andere kleuren haren en oogkleuren. Het vreemde eraan is dat de meisjes er bijna identiek uitzagen toen ze werden geboren. Maar al vrij snel daarna begonnen ze er anders uit te zien. Toen ze 10 maanden waren begon de verandering in de huidskleur van de meisjes. Millie werd donkerder met krullend haar zoals haar vader, terwijl Marcia lichter werd en eruit ging zien als een blond meisje zoals haar moeder. De ouders worden constant tegengehouden op straat door verwarde mensen die het bijna niet geloven dat ze zo verschillend kunnen zijn. Meestal denken ze dus ook dat ze bijvoorbeeld vrienden zijn in plaats van tweelingen.
Wie vond jij het bijzonderste in dit lijstje? Laat het me weten in de reacties. Als je het een leuke video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.